welkom bij deze nieuwe video. Vandaag maak ik de video met mijn vlogcamera, zoals je het misschien wel kunt zien. Ik ga vandaag mijn beauty room een beetje opruimen. Ik ga al mijn make-up ordenen, opruimen. Ik maak dit soort video's nooit echt, want ik ben een best wel georganiseerd persoon. En ik ruim altijd alles gelijk op. En vind ik het niks, dan doe ik het ook echt bijna altijd gewoon gelijk weg en zo. Maar ik kom toch altijd ongeveer 1 à 2 keer per jaar op een punt dat ik erachter kom dat ik toch make-up in mijn laars houd die ik niet echt gebruik. Maar dat denk ik in mijn hoofd. Maar misschien ga ik het nog gebruiken, maar misschien ook niet, Sarah. En waarschijnlijk niet, aangezien je het al een jaar niet hebt gebruikt. Dus dat punt heb ik nou een beetje bereikt. En mijn laars zijn te vol. Dus ik ga make-up opruimen. Ik ga make-up wegdoen. Make-up die ik al heb gebruikt en weg wil gaan doen, die geef ik aan mijn moeke. En mijn moeder, dat is moeke, die geeft dan al die make-up weer weg aan familie in Marokko en dat soort dingen. Dus dat is altijd heel makkelijk voor mij. Ik hoef niet helemaal op zoek naar aan wie moet ik dit doneren, want dat kan zij doen voor mij. Alle make-up die ik niet heb gebruikt, niet ga gebruiken, niet meer hoef, doe ik in een winactie. Als je al een tijd bent geabonneerd op mij, weet je dat ik echt heel vaak winacties heb. Dus die gaan allemaal in de winactie. En ja, that's it. Ik heb gewoon mijn normale beauty room kasten waar ik alle make-up in doe die ik gewoon gebruik of misschien ga gebruiken. En ik heb ook één kast waarin ik alle slechte make-up in doe of het is gewoon niet mijn kleur. Dat kan ook. En dan doe ik het allemaal in die kast. Dus dat is een beetje mijn onzinkast waar ik gewoon alles in drop wat niet mijn kleur is of gewoon slecht is of whatever. Dus het wordt waarschijnlijk een beetje een lange video. Dus pak iets te drinken, pak een snack en geniet van de video en laten we gewoon gaan opruimen. Oh, by the way, ik heb ook dit ding gehaald bij de Action. En hier kan allemaal make-up in en zo. Super goedkoop, was maar 4 euro of zo. En deze wil ik ook gaan proberen te forceren in een la of zo. Ik hoop dat het überhaupt in een la past. Ik ging er vanuit van wel, but I'm not sure. Dus misschien dat ik hier ook iets mee kan. En ook heb ik dit ding, die heb ik besteld bij de AliExpress. En deze ga ik ook nou vullen met make-up en zo. Dus ja, kom maar gewoon snel met me mee. Ik heb weer genoeg gepraat nou. Oké, ik laat even snel alles zien. Dit is mijn oogschaduwkast. Daar ga ik waarschijnlijk niet heel veel mee doen. En deze bende hier, dat is waar ik al mijn make-up looks maak. En waar alle make-up zit die ik gewoon echt vaak gebruik. Allemaal hier allemaal. En ook daar. De lipsticks en zo. Dus dit gebruik ik allemaal heel vaak. Ik heb net 2 video's gemaakt, dus het is een beetje een bende. En dan daar is mijn onzinkast. Daar zit alles in wat ik niet gebruik. Dus of het is slecht of het is gewoon niet mijn kleur. Of whatever. Maar goed. We gaan beginnen met waar het om gaat. En dat is hier. Dus let's begin. Oh mijn god, mijn prullenbak daar is echt een mes. Don't look at it. Oké, ik ga beginnen met eerst alle make-up wegdoen die ik niet echt gebruik. En gewoon hier heb voor niks, basically. En daarna ga ik alles weer opnieuw organiseren. En dan ga ik ook allemaal dit gebruiken en zo. Dus we gaan eerst echt beginnen met echt het opruimen van de lades. Oké, ik ga beginnen met la 1. Zoals je kunt zien, it's a mess. Dit is fondue tape, primers. Ook al zie je niet echt meer het verschil. Hier zijn concealers en hier zijn poeders. Ik ga even beginnen met de poeders. Ik heb er hier 2 die ik allebei niet echt mee gebruik. Deze in het geel helemaal niet. Dus deze haal ik weg en deze hou ik erin. Deze poeder hou ik er ook in. W7 gebruik ik ook niet echt meer. Dus die kan ook weg. En Max & More, die gebruik ik voor mijn action video's. Dus die hou ik er wel in. Dan heb ik hier al mijn concealers. Oh my god, zijn er echt zoveel mensen. Kijk, al dit hier. My god. Oké, wat ga ik erin houden en wat niet? Oké, mensen, dit zijn alle 4 concealers die ik wegdoe. Urban Decay is op. Die gaat in de prullenbak. Ik vind deze slecht. Deze van Miss Lim gebruik ik gewoon niet. Deze van Fit Me is echt te oud. En Hema B gebruik ik ook niet echt meer, maar ik vind hem wel goed. En dit hou ik allemaal. Benefit Concealer is geweldig. Huda Beauty, idem dito. Conceal and Define, ook goed. NYX vind ik ook goed. Fenty ook. Elf heb ik hier. Colourpop, deze gaat allemaal terug. En deze 2 ook. En 2 van Catrice ook. Deze gaat allemaal gewoon hier terug. Dan foundations. Die zijn er ook echt een boel. En ik heb ook echt een boel primers. Oh my god. Oké, wat gaat weg, jongens? Ik heb deze gehaald in Spanje. Die is hier niet te koop. Ondanks dat ik hem wel goed vind, is hij een beetje, ik weet niet, alles komt zo hier onderuit. Ik weet niet of je het kunt zien. It's a mess. Dus ja, ik doe hem gewoon weg. Van de Action moet ik houden van mijn Action video's. Deze van Sugar Cosmetics.
Ik vind die wel fijn, maar ik gebruik hem niet echt meer. Dus ik doe hem gewoon weg. Deze is heel goed. Deze hou ik. Catrice vind ik ook fijn. Deze ook. Oh, ik vind alles fijn. Deze twee vind ik ook fijn. Deze kan in principe weg. Deze gebruik ik ook niet echt eigenlijk. Even kijken. Deze is ook heel fijn. Conceal and Define mag ook blijven. Deze van Essence is niet meer te koop. Dus ik heb er niks aan om die nog te gebruiken in mijn video's. Fit Me vind ik ook heel fijn. Deze blijft. Deze van de Pri heb ik vandaag opgedaan. Deze is heel fijn. Benefit blijft ook. Colourpop. Deze van Kat Von D. De kleur matcht niet echt. Dus deze gaat weg. Technique. Deze kleur matcht ook niet. Revolution gebruik ik niet echt meer. Deze stick. Dus die kan weg. Even kijken. Dit kan dan allemaal hier alvast terug. Deze vind ik ook fijn. Deze blijft. Deze blijft ook. Benefit, Fenty. En Benefit in het klein. Super cute. Deze blijft ook. Deze is al best wel oud. Dus ik denk dat ik hem weg doe. En oh, hier nog eentje van Benefit. Deze blijft ook. Dus deze blijven allemaal. Echt al een stuk meer opgeruimd. Godzijdank. Primers. Ja, deze heb ik in een video gebruikt. Ik vond hem niet zo goed. Dus deze doe ik weg. Too Faced blijft. Filorga blijft ook. Guerlain blijft ook. Benefit ook. Oh, ik vind alles goed. Smashbox blijft ook. Deze van de Action is super goed. Dus die blijft ook. Ik heb ook van Pieter. Die blijft ook. Kelsey blijft ook. Deze van Catrice gebruik ik niet echt meer. Dus die doe ik gewoon weg. Deze van Catrice is super goed blijft. Deze is ook goed. NYX blijft ook. Deze van Revolution gebruik ik ook niet echt. Dus ik doe hem gewoon weg. Een olietje van Hema B collectie. Deze blijft ook. Essence. Volgens mij is die niet meer te koop. Dus ik doe die ook weg. Deze. Dit is een Cure. Deze blijft ook. En dit zijn een paar kleine varianten van primers. Deze hou ik er gewoon in. Dus ik denk dat dit allemaal gewoon kan blijven. Dit kan allemaal gewoon weer terug erin. Kijk, nou is het echt wel een stuk meer opgeruimd. Zoals je kunt zien. Oh, echt. Eindelijk. Deze la was echt too much. La de 2. Wat hebben we hier? Dit zijn allemaal blushes, mascara, een paar paletjes en wat poeders. Pressed poeders zijn hier. Ik begin met de blushes. Deze van Focalur gebruik ik niet echt. Deze kan weg. Deze van Elf gebruik ik ook niet. Deze van Essence nog wel. Deze hou ik. Deze hou ik ook. Deze mini van Benefit gebruik ik ook eigenlijk nooit. Deze kunnen allemaal blijven. Kylie. Oh, deze is echt prachtig, mensen. Oh my god. Deze kleur is echt geweldig. Deze blijft. Milani ook geweldig. Blijft ook. Ethos. Die is al heel oud. Kan weg. MAC blijft ook. Root Cosmetics. Twijfelgeval. Ik vind hem wel heel mooi. Ja, ik denk dat ik hem gewoon hou. Deze hou ik ook. Deze van MAC. Deze gebruik ik niet echt meer. Die kan weg. Colourpop blijft ook. Deze kleine gebruik ik ook niet echt. Sleek, even kijken. Ja, die was altijd echt te fel, dus deze doe ik weg. Wet n Wild, die is ook al super oud, dus deze kan ook weg. Ik heb nog een andere van Sleek. Oh, die is heel fel oranje, ook te fel, dus die kan ook weg. En deze van Essence, ja, ik denk dat Essence gewoon mag blijven. Dus deze blushes mogen allemaal blijven. Mascara's zijn er echt een hoop die ik niet gebruik. Even kijken, Colourpop gebruik ik, Benefit, Be Creative ook, Miss Slim ook, deze kleine ook. Deze van LA Girl gebruik ik niet echt. Deze van Benefit is op, dus deze mag weg. Deze van Catrice gebruik ik ook niet echt meer. Deze van Essence gebruik ik wel. Deze is nieuw, die gebruik ik ook. Dan heb ik hier één van Essence en twee van The Action. Die gebruik ik ook niet. Die kunnen ook weg. En deze blauwe van Colourpop. Deze gebruikte ik wel, maar is echt al super oud. Oh my god, ik weet niet of hij nog te gebruiken is. Maar ik denk dat ik hem gewoon nog even hou. Wat hebben we hier? Wat paletjes. Even kijken of het weg kan. Oh, de van Benefit. Deze blijft ook. Kijk hier, mijn naam erop. Super cute. Deze vind ik ook wel fijn. Die blijft ook. Dat was het. Dan heb ik hier nog wat pressed poeders van Benefit. Gebruik ik echt heel vaak. Deze gebruik ik ook. Deze van Essence is helemaal kapot. Dus deze gaat weg. En nog een normale. Dus deze drie hou ik erin. Zo, nou dat ging best wel snel op zich. Oké, hier hebben we bronzers. Hier allemaal. Contour en cream contour. Wat gaan we hier houden en wat doen we weg? Bronzers. Welke bronzers gebruik ik niet? Ik gebruik ze bijna allemaal. Deze van de Action ook goed. Deze van de Ethos is volgens mij niet meer te koop. En die van Essence ook niet. Dus deze gaan allebei weg. Kijken, deze blijft. Deze blijft. Deze van de Pri is volgens mij ook niet meer te koop. Dus gaat ook weg. Deze blijven allemaal. Hoola Benefit. Deze van Milani. Deze is mooi, maar hij glanst. En ik gebruik niet echt glanzende bronzers. Maar
Misschien moet ik een keer voor een video een glanzende bronzer hebben of zo. Dus ik denk dat ik een puntje hou. Contour. Mijn NYX Contour paletje. Die ik al 100 jaar heb. En in elke video gebruik. Dus deze blijft. Kijk, ik heb hier een contour. Oh, van Essence. Maar deze heb ik al maanden niet gebruikt. Dus die is weg. Ik heb hier een cream contour van O2O. Maar deze gebruik ik niet. Dus die is weg. Alles waarvan ik denk, oh, hebben we die ook nog? Dat gaat dus weg. Want die heb ik al heel lang niet gebruikt. Technique cream paletje hou ik er ook in. Want dat is mijn enige volgens mij. En deze Ethos contourpoeder vind ik altijd heel fijn. Maar volgens mij is die ook niet meer te koop. Dus ja, dan kan ik hem ook niet echt meer gebruiken in video's. Even kijken, is er nog iets? Nee, dat was het. Dan heb ik hier cream producten. Oh mijn god, ik kom hier gewoon kan niet in, jongens. Huda Beauty, nou, die blijft sowieso. Ik denk dat alle cream producten gewoon kunnen blijven. Die heb ik niet echt super veel of zo. Revolution, Kiko. Ja, deze gebruik ik ook niet meer. En is al heel oud. Maar wel heel goed. Ik voel het altijd wel fijn. En een concealer van Revolution. Ja, ik denk dat ik dit er gewoon allemaal inhoud, jongens. Oké, de la daaronder. Wimpers. Ze liggen er allemaal gewoon een beetje maar zo in. Ik moet hier even iets voor bedenken of zo. Wacht, ik ga even op de grond, want hij is nou iets te laag. Oké, ik moet hier echt iets op bedenken, maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet doen. Maar in ieder geval, voor nou ga ik de wimpers eruit halen die ik gewoon niet gebruik. En dat zijn hier deze van W7 kan weg. Kijken, deze kunnen allemaal blijven. Die gebruik ik allemaal nog. Maar deze zijn best wel oud. Ik betrap mij erop dat ik af en toe iets te vaak doe met één paar en dan zijn ze al helemaal crappy en dan nog gebruik ik ze, dus ik denk dat deze ook weg kunnen. Nou, onderhand kijken, deze blijven allemaal, dit blijft, dit blijft, deze is al oud en ik heb er twee van, dus deze kan weg. Kijken, deze kan blijven, deze kan blijven, deze naturel wimpers, ik denk dat ik die aan mijn moeken geef, die vindt dat misschien wel leuk. Deze kan blijven, deze zijn gebruikt, maar ik vond ze heel slecht. Die kunnen weg. Wimpers van Catrice zijn ook niet zo je van het, maar wel al gebruikt. Dus deze kunnen ook weg. Ik heb hier van Matte en Shimmer. Deze gebruik ik ook niet echt. Kunnen ook weg. Deze van Pussy Shop. Misschien moet ik ooit naturel iets hebben of zo. Dus ik denk dat ik er eentje gewoon in hou. Ja, ik hou die erin. Andere kunnen weg. Deze zijn al heel oud. Kunnen ook weg. Deze van Ardell, naturel. Die hou ik er ook in voor het geval ik het moet hebben een keer. Deze zijn allemaal heel oud. Kunnen allemaal weg. Deze van W7 gebruik ik ook niet. Deze van AliExpress gebruik ik ook niet. Deze gebruik ik ook niet. Deze zijn echt wel heel oud, kunnen weg. Deze kunnen blijven. Deze kunnen blijven. Deze kunnen blijven. Kijk, deze kunnen allemaal blijven. Deze van de Ali kunnen ook weg, ook vaak gebruikt. Kunnen blijven. Deze kunnen blijven. Deze ook heel oud, van weg. Deze ook oud, allemaal weg. Weg, weg. Allemaal weg ermee, jongens. Deze zijn ook al helemaal cracky. Kunnen weg. Huda Beauty. Wat is dit dan? Oh, deze zijn super ugly. Oh mijn god, kunnen weg. Deze ook te vaak gebruikt. Kunnen ook weg. Deze kunnen weg. Deze ook vaak gebruikt. Kunnen allemaal weg, weg, weg. Weg, weg, weg. AliExpress kunnen ook weg, ook oud. Deze zijn ook te oud, te vaak gebruikt. Deze allemaal te vaak gebruikt, kunnen allemaal weg. Oeh, ik wist niet eens wat ik allemaal heb hier. Oh, deze zijn van Ali, kunnen blijven. Deze zijn van, oh deze zijn ook echt super ugly. Kunnen allemaal weg, wel vaak gebruikt, maar kunnen weg. Deze kunnen allemaal weg, want ik weet niet of de brand nog te koop is. Maar deze kunnen dus weg. Deze weg. Deze kunnen ook weg. Deze zijn nieuw, dus deze hou ik nog. Deze gebruik ik ook niet, kunnen ook weg, zijn oud. Deze, oh, deze zijn nog nieuw. Oh, wauw. Nou, mensen, ik wist niet eens dat ik die nog had. Deze zijn nieuw, deze hou ik. Deze zijn oud, maar vind ik ze mooi? Nee, ik vind ze ook niet heel mooi, kunnen ook weg. Deze zijn allemaal zo van die individuele. Ik weet niet of ik die nog wil, jongens. Nee, kunnen allemaal weg. Deze van de Ali van, ik wil altijd heel mooi, maar ze zijn al best wel oud. Maar ik denk dat ik ze gewoon nog hou. Deze kunnen ook weg. Deze ook weg. Ja,
deze kunnen ook weg, gebruik ik ook niet meer. Oké, dus ik hou het maar een aantal. Ik heb er echt best wel veel weg gedaan. Oh my god. Misschien dat omdat nou alles weg is. Oh my god, het is hier zo vies. Wat is dit, jongens? Let niet op alle viesheid. Misschien dat ik nou alles er zo mooi in kan doen ofzo. Omdat het nou een stuk minder is. Want af en toe kan ik gewoon niet vinden wat ik wil hebben. En dan, ja, you know. Nou, satisfying mensen, alles is weg. Ik heb het gewoon helemaal opgeruimd. I like it. Wat hebben we hier? Hier zijn al mijn glitters, liquid oogschaduwen, losse oogschaduwen, losse grote glitters en allemaal die zooi. Dus alles omtrent glitter en losse oogschaduwen. In het begin had ik niet heel veel, dus ik had gewoon zo'n bak gehaald en dat was genoeg. Maar nou onderhand, ik heb superveel, dus wat ik hopelijk kan gaan doen... is dat ik dit ding hierin doe. En het dan zo match of zo. Hij is wel iets te klein. Maar ja, whatever. Ik ga het gewoon forceren, jongens. Oh mijn god, ze zijn allemaal los. Ik dacht, het is gewoon één zo'n grote bak. Oh, wauw. Oké. Nou ja, ook goed. Even kijken. Ik wil het er wel weer precies in doen. Oh, nou, dat vind ik wel echt handig. Oh, mensen, het past net niet. Oh my god. Ik doe het zo. Ik hoopte dat hij zo erin ging, maar dit past helaas net niet. Nee, oké. Oké, ik ga dit even heel snel proberen te doen. Nou mensen, zoals je kunt zien, dit ziet er een stuk beter uit. Hij is helemaal leeg. Ik heb best wel veel weggedaan. Ik laat straks alles zien. En dit is wat er nog is overgebleven. Ik heb dus hier losse glitters. Ik heb hier wat random glitters. Ik heb hier alle liquid oogschaduwen en al die onzin. Ik heb hier twee losse oogschaduwen die ik nog hou. De rest heb ik allemaal weggedaan, omdat ik ze gewoon niet gebruik. Hier is allemaal glitterlijm. Ik heb er drie. Die heb ik ook hierin gedaan. En hier staan wat oogschaduwpigmenten. Die gebruik ik ook echt bijna nooit. Dus ik heb er maar twee gehouden. Hier heb ik wat grote glitters gedaan. Ik vind het wel mooi zo hoe ze in dit ding zijn. Dus deze hou ik er gewoon zo in. En doordat ik nou deze hier heb gedaan, is nou dit hier zo goed vast. En hierachter is nogal wat troepjes die ik gewoon hierachter heb gedaan. Die ik af en toe gebruik voor bepaalde looks. En ja, dit ziet er een stuk beter uit. Ik denk dat ik bij de Action nog zo'n bak ga halen. Want ik vind ze echt ideaal. Dus ik denk dat ik er nog zo eentje ga halen. Love it. Oké, hier is de eerste laag van de andere kant. Dit zijn al mijn lipsticks. Maar ik denk dat ik hiervan echt het meeste hou. Zijn er een aantal dingen die ik echt niet meer gebruik? Ja, ik denk het wel. Deze hier van de HEMA volgens mij. Deze heb ik al heel lang niet meer gebruikt. Dus ik denk... dat ik die gewoon allemaal weghaal. Ja, deze ook van de HEMA kan ook weg. Ik heb hier een paar van Essence die ik ook echt niet meer gebruik. Zijn super oud. Dus deze doe ik ook gewoon allemaal weg, alle vier. Oh, ik heb hier twee kleintjes. Deze ga ik ook wegdoen, want die gebruik ik toch niet. Ik heb hier iets van Essence. Ja, dit is dus echt zo'n kleur die ik echt niet opdoe. Dus deze kan ook weg. Even kijken, wat is deze van Miss Lynn? Ja, dit is ook een kleur die ik niet echt opdoe. Maar misschien moet ik het een keer hebben voor een look of zo. Dus deze houden we er gewoon in. Patrice. Deze is volgens mij niet meer te koop. Maar wel heel mooi. Maar ik doe hem weg. Ja, en voor de rest. Ik laat alles gewoon voor wat het is. Oh, ik heb er hier ook twee van de Ethos. Deze gebruik ik ook niet echt. Dus deze... doe ik ook nog weg, deze twee. Die zijn ook echt al best wel oud. Oh, hier nog drie van Catrice die alle drie oud zijn. Dus wanneer iets er gewoon niet meer is, dan ja, heeft het voor mij geen nut meer om het te gebruiken in video's. Want wanneer men dan vraagt, hey, vanwaar heb je die lipstick? Dan is mijn antwoord, hij is niet meer te koop. Dus je kunt de look niet namaken en daar heeft niemand iets aan. Dus deze drie ook weg. Deze van de Ethos, ja, kunnen ook weg. Oh mijn god, ik zie steeds meer wat ik weg kan doen. Kan allemaal weg. Deze ook niet meer te koop, jongens. Ja, ook weg dan maar. Die kan ook nog weg.
Zo, dit kan allemaal blijven. En nu is het weer hier helemaal open voor andere lipsticks die weer komen. Mensen, check even al dit. Dit gaat allemaal weg, hè. Kijk, al die lipsticks en al dit. Wauw. Hier hebben we lade 2. Hier hebben we matte liquid lipsticks. Deze staan allemaal rood en bruin en zo. En hier zijn alle nudes. En ik heb heel veel fixing sprays. Die wil ik ook een heleboel gaan doen straks daar. En hier zijn allemaal lipbalmpjes en zo. Even kijken wat ik hier niet gebruik. Want deze la is ook overvol. Qua fixing sprays. Ik gebruik dit allemaal gewoon nog. Deze zijn super fijn. Deze blijven. Deze van Vanity gebruik ik niet echt meer. Deze van Technique ook niet. Dus deze kunnen weg. Deze kunnen allemaal blijven. Deze van de Action zijn echt fijn. Dus deze blijven ook allemaal. Deze van NYX ook. Deze van Catrice ook. Deze ook. Weer eentje van de Action. Die mogen allemaal blijven. Deze is er volgens mij kapot gegaan, jongens. Want... hij spray... oh nee. Oké, okay, nee, nee. Ik dacht dat hij het niet deed, maar jawel. Dus deze blijft ook. Ik blijf ook even kijken. Pixie blijft zeker. Die is heel fijn. Deze kan wel weg. Deze gebruik ik echt nooit meer. En dat was het. Maar ik maak dus hier straks plek vrij door alles straks in dat andere ding te doen. Liquid lipsticks. Deze van de Ethos gebruik ik niet. Kan weg. Revolution, gebruik ik die? Jawel. Deze van Technique niet. Van Pixie wel. WC ook. Ik vind deze van Technique allemaal niet zo fijn. Dus deze kleur ik eruit. Deze in bruin vind ik wel mooi. Dus deze blijft. Deze van Catrice blijft ook. Kijk hier van YSL met mijn naam erop. Kijk hoe cute. Kijk eens wie hier is. Baby Susu. Nou, ook hier heb ik een heleboel weggehaald. Het is nog wel iets te vol. Maar straks, wanneer ik dit hier allemaal weghaal. En dan kunnen daar allemaal matte liquid lipsticks in. Hier, ja, hier gebruik ik echt bijna niks meer van, jongens. Lipbalmpjes van Max & More. Die moet ik nog wel hebben voor mijn action video's. Dus die hou ik erin. Lipscrub kan weg. Deze lipbalm kan weg. Wat is dit? Deze kan ook weg. Of nee, 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 die blijft. Oeh, deze Fit Fix van make-up is ook heel fijn. Deze hou ik ook. Die had ik niet gezien. Die was hier gevallen. Maar ik heb daarachter een Action La. Dus wat ik denk dat ik ga doen is dat ik deze allemaal hier weghaal. En die allemaal gewoon in mijn Action La ga doen. Ja, jongens, dat ga ik doen. En dan die doe ik gewoon als dat gewoon hier. Oké, okay, whatever. Ook best wel weer opgeruimd. Lade 3. Oké, okay, wat hebben we hier? Oh mijn god, deze. Oh mijn god, deze gebruik ik al 100 jaar niet meer, jongens. Die kan weg. Oké, okay, wat hebben we hier? Alles voor de lippen. Hier ogen en hier is wenkbrauwen. En hier is allemaal wat primers en wat extra zooi die ik allemaal niet gebruik. Dus wat kunnen we hier weghalen, jongens? Oh, hieronder is ook van alles. Oh, maar dit gebruik ik echt lang niet meer. Oké, okay, ik denk dat ik gewoon dit letterlijk allemaal weghaal. Dit zijn allemaal BB creams. Ja, dat gebruik ik echt nooit. Oké, okay, dit is voor de wenkbrauwen. Ja, dit ding gebruik ik nooit. Deze is op. Deze voor Anastasia, die kan weg. Deze gebruik ik ook nooit. Deze gebruik ik. Deze ook op, dus die kan ook weg. Ja, en deze gebruik ik wel. Deze gebruik ik ook allemaal. Dit zijn allemaal primers. Die kunnen allemaal blijven. Deze poeder gebruik ik ook. Die doe ik even hierin. Deze Benefit poeder gebruik ik ook af en toe. Kan ook gewoon hierin. Brow Tattoo van de Action. Deze vind ik wel goed. Dus die ga ik erin houden. Maar ik heb er 2, dus die andere kan weg. Deze kan blijven. Weg, weg, weg. Allemaal weg. Weg ermee. Dus dan doe ik hier alle oogschaduw primers. En dan doe ik hier alle, ja, alles, de rest. Kijk, en dan is het mooi opgeruimd. I love it. Oké, ik zit weer op de grond. Want nou komen we aan bij de highlighters. Oké, wat ga ik hier allemaal weghalen, jongens? Deze van Catrice gebruik ik niet. MUW gebruik ik niet. Too Faced, ja, die hou ik wel in. Deze gebruik ik niet. Deze gebruik ik wel. Weg. Dit kan weg. Nou, hier kan echt best wel veel weg. Dit blijft, dit kan weg. Even deze blijven, deze blijft. Deze is niet meer te koop, ook al vind ik het fijn, doe ik hem toch weg. Deze blijven, deze blijft. Deze Revolution blijft. Essence blijft, Becca blijft. Deze Essence gaat weg, deze gebruik ik niet. Nou, dit gaat allemaal zo best wel rap. Deze is helaas niet meer te koop. Deze wel, dus deze hou ik. Deze 3 gaan dus ook weg. Dan heb ik hier, deze gebruik ik niet. Deze van Sleek ook niet en deze ook niet, dus ik doe ze gewoon alle 3 weg.
En hier zijn alle liquids die ik letterlijk allemaal niet gebruik. Ik denk dat ik er 2 in hou en 2 weghaal. Deze 2 hou ik erin, deze 2 haal ik weg. Nou, dat ging rapjes. Dit kan allemaal blijven. Nou, dat was het dan. Hier helemaal onderaan zijn alle highlighter paletten. Deze hou ik, deze is net nieuw, hou ik ook. Hoe daar hou ik ook. Dit paletje van Essence is geweldig, maar volgens mij niet meer te koop, dus deze kan weg. Dan heb ik hier een magnetisch paletje, die hou ik. Deze van Revolution gebruik ik niet echt, dus die kan weg. Deze gebruik ik ook niet. Wel heel mooi, maar gebruik ik niet. Dus die kan weg. Oké, dan hebben we nog alleen maar dit. Wat ik dan denk ik wil gaan doen, is dat ik deze bak hierin doe. Dan doe ik alles zo mooi hierin. En dan zie ik alles gewoon nog. Zo, want ik heb heel vaak dat ik iets niet meer gebruik, omdat ik het gewoon niet meer zie. Bam, is alles zo mooi bij elkaar. Kan ik die bak toch nog gebruiken? Ideaal. Oké, nou zoals je kunt zien is dit ook een klein beetje een bende. Vooral dit. Dit zijn alle glossjes en zo. Ik heb nog zo'n ander ding besteld bij de AliExpress. Alleen is die nog niet binnen. Dus voor nou is het gewoon even dit. En ik ga even beginnen met dit. Want ik ga heel dit vervangen met dit. Oh, wat valt? Met dit hele ding. Dus dat ga ik even doen. En dan is dit zo helemaal leeg. Dan hierin. Ik ga hierin fixing sprays doen. Want die la is echt helemaal vol. Oh, ik ben zo blij dat het erin past. Want ik was bang dat het er niet in ging. Maar godzijdank mensen, het past gewoon. Oeh, deze past er echt net in. Wel zo schuin. Nou, deze hou ik er gewoon zo in. Oeh, dat is wel echt kili kili jongens. Ik ga het gewoon forceren. Zo, kijk, geforceerd. En dan hieronder kunnen misschien nog andere fixing sprays als die er komen in de toekomst. Nou, dit ding is echt super handig en die zet ik dan hier neer. Kijk hoe mooi. Love it. Oké, dan al deze glossjes en zo. Zo, wat ik al zei, ik heb nog zo'n ander ding besteld, dus dat komt eraan. Misschien omdat ik nou meer plek heb voor alle matte liquid lipsticks, dat ik nou dit hier uit kan halen en gewoon daarbij kan doen. Ja, dat ga ik doen. Kijk, nou is dit ding ook helemaal leeg en dan kan ik daar misschien ook weer iets in doen. Oh, dat vind ik wel echt heel handig. Oké. Wat gaan we hierin doen? Want ik heb te veel glossjes, dus ik denk dat ik gewoon heel dit ding wil hebben voor glossjes. En dan hierin doe ik misschien eyeliners of zo. Is dat leuk? Dat ga ik doen. Er kunnen er ook echt gewoon een paar in één ding. Dat is wel handig. Kijk. Deze ook allemaal hierin. Ik heb er hier een boel van W7. Die ik eigenlijk allemaal niet echt gebruik. Dus ik denk, ja, ga ik ze weg doen of niet? Het is zo'n grote stap om ze echt allemaal weg te doen. Maar ik gebruik ze bijna niet. Ik denk dat ik ze gewoon hou. Er is nou gewoon plek. Ik ben er nog niet klaar voor, jongens. Ik heb er hier 2 van LA Splash, die kunnen ook blijven. Wat is dit? Ja, deze kunnen allemaal weg, deze gebruik ik niet. En hier komen de beste glitter eyeliners die er bestaan. Allemaal van W7 en zijn echt goedkoop en echt geweldig. Ik heb ze allemaal, dit zijn ze allemaal. Deze zijn echt geweldig. Deze gaan echt mooi weg. Nou, deze moeten allemaal individueel erin. Oké, mensen, nou is er plek voor de glossjes, maar er gaan ook een boel glossjes weg, dus daar gaan we mee beginnen. Deze blijft. Deze 2 van Essence zijn heel fijn, maar super oud, dus deze doe ik weg. Deze allebei blijven. Deze van Pixie blijft. Dit is allemaal Pixie. Ik doe alles op zijn kop, zodat ik de kleuren gewoon gelijk kan zien. Deze 7, deze kunnen allemaal blijven. Deze van Nyx ook. Deze kan weg, deze gebruik ik nooit meer. Deze kan blijven, deze is nieuw. Deze kan weg, die is niet meer te koop. Ik heb er hier 3 van Catrice. Als het goed is, nog gewoon te koop. Dus ik hou ze alle 3. Ik heb hier een paar van W7. Die zijn zo holographic. Die vind ik ook wel leuk. Hier mijn faves. Deze blijven ook natuurlijk. Deze van NYX blijft ook. UNG ook. Jouer blijft ook. MAC blijft ook. 2 van MAC.
Deze van Catrice. Ja, ik denk dat ik nog wel hou. Ik heb hier heel veel kleintjes van Jouer. Maar ik gebruik ze echt nooit. Maar het is wel Jouer en het is duur. Maar ik gebruik ze echt letterlijk nooit. Oh. En ik heb ze al meer dan een jaar. Dus ik denk dat ik hier afscheid van moet gaan nemen. Zo, dit is dan wat ik wegdoe. En dit is wat er blijft. Kan dan zo mooi ernaast. Nou is er weer genoeg plek. Kijk, en er is nog allemaal extra plek voor wat er nog gaat komen. Nou, dit is nou ook klaar. Nou gaan we naar het laatste. En dat is de onzinkast daarachter. Je zou misschien denken van, Sarah, waarom heb je een onzinkast? Je kunt ook gewoon gelijk alles wat je niet wil wegdoen. Maar ik maak ook vaak video's van wat vind ik slecht. Of misschien moet ik ineens iets hebben voor in een video. En dan heb ik het allemaal al weggedaan. Dus vandaar dat ik heel veel nog hou. Maar jullie gaan het zo meteen ook zien. Het is nou echt een puinhoop. Het loopt echt de spuitgaten uit. Spuitgaten uit. Of hoe je het ook zegt. Het is echt een mens. Dus ook daar moeten nou een aantal dingen weg. Dus let's go. Oké, ik begin met la 1. Dit zijn allemaal glossjes, lipsticks, van alles. Maar zoals je kunt zien, man. Hier kan ook wel echt een boel weg. Ik weet niet wat ik nou hier weg moet doen of wat niet. Mensen, weet je wat? Ik denk dat ik gewoon letterlijk alles hier wegpleur. Gewoon alles. Alles wat hier zit, ik doe gewoon alles weg. Ja, dat ga ik gewoon doen. We gaan er gewoon voor. Lade 2. Dit zijn mascara's, een paar glitters en gewoon allemaal wat shit. Hier kan ook van alles weg. Ik denk dat dit gewoon echt allemaal weg kan. Zo leeg. Oké, dit is me ook een partij. Dit zijn allemaal blushes en bronzers en allemaal dat soort dingen. Ja, Fenty is er ook bij, want die vind ik niet fijn. Maar ik denk dat ik die nog wel eventjes erin hou. Zo, dit is het enige wat ik hier nog hou. Misschien moet ik dit nog ooit hebben of zo, weet ik het. Dit hou ik nog, de rest allemaal weg. Dit is mijn Ocala. Dit zijn concealers, fondue teint, poeders. Maar het meeste is niet per se slecht, maar gewoon een verkeerde kleur. Ik haal alleen maar weg wat echt slecht is. Nou, ook dat is best wel opgeruimd. Alleen dit is er nog. De rest is helemaal footsie. Dit hier zijn allemaal paletjes waarvan ook het merendeel weg kan. Nou, kijk ook. Helemaal opgeruimd. Er is echt een heleboel weg. En dan heb ik hier nog wat slechte oogschaduwpaletjes. Of ik gebruik ze gewoon niet meer. Nou, ik heb hier gewoon letterlijk alles weggedaan. En dat was het dan. In de onderste zit niks bijzonders qua make-up. Oké, mensen, dit heb ik dus allemaal weggedaan. Het is gewoon een hele koffer vol. Zoals je kunt zien, hij is helemaal vol. Het is zoveel. En dan heb ik ook nog hier een hele grote tas. Ook helemaal gevuld. Dus dit is echt een paar honderd producten aan make-up. Het is echt een heleboel. Oh my god. Ja, dit ding is ook echt helemaal vol. Dus ja, dit kan allemaal weg. Satisfying. Ik ben gewoon oprecht moe. Ik heb zoveel make-up weggedaan. Ik had niet verwacht dat er zoveel zou zijn wat gewoon weg kan. Zoals ik al zei in de intro, het is dus allemaal gebruikte make-up. Dus ik geef alles aan mijn moeder en die verspreidt alles weer. Ik ben heel blij dat ik dit heb kunnen doen, want ik had echt plek tekort. En nu heb ik weer plek, dus I like it. En dit was echt een vaak aangevraagde video, dus ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!